Goed, mensen. Dit is allemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PM Survival. Jongens, voordat we gaan beginnen, ga even goed zitten en ga goed luisteren. Oké. Okay. Ik moet nu vijf survivals opnemen. Dus ten eerste, ik kan niet de, uh, de reacties lezen wat jullie uh, gaan posten in deze vijf survival dagen. Dus van vandaag, morgen. Uh, vrijdag. En maandag en dinsdag waarschijnlijk. Uh, ik ben maandagavond of maandagmiddag kom ik terug. Dan ga ik slapen. Want dan ben ik waarschijnlijk moe. <laughs> want ik ga dus naar Luxemburg. Ik ga kastelen bezoeken. Ik ga. Uh, um, ik ga hiken. Ik ga dus ik ga van uh, Noorden. Of uh, van, van punt A naar punt B eigenlijk lopen. Wat super tof is. Um, dus dat wou ik eigenlijk al zeggen. Dat ik momenteel op vakantie. Of ja, nee, dat ik morgen dus naar vakantie ga. En dat ik gewoon niet aanwezig ben. Dus dat tenzijde. We gaan eerst iemand op de Wall of Fame zetten. Wall of Fame. Hoppakee. En ik doe uh, Kai, Menting, man, ting, bro. Gefeliciteerd. Je staat op de Wall of Fame. Dus, jongens, wat gaan we doen vandaag? Uh, ik wil mijn vliegveld afmaken. En eigenlijk wil ik ook nog een uh, vliegtuig maken, en ook nog een klein huisje ernaast maken. Dat is eigenlijk wat ik uh, wil fixen. We moeten weer zwarte wol hebben. En jullie zeiden van Sam, ga gewoon breeden. Dus dat ga ik inderdaad doen. Dan krijg je, als het goed is, ook wat uh, zwarte schapen. En dat is precies wat we nodig hebben. Oh my god jongens, dus dit is uh, dag 1. Ze kunnen, daarom heb ik ook gezegd op Twitter: van, uh, Hebben jullie nog wat te vertellen? Of uh, hebben jullie nog een QA? Of vragen waar, die ik ga beantwoorden? Dat ga ik dus helemaal doen. Um, ik ga eerst even zelf wat vertellen. Want um, heel veel mensen vroegen: Sam, waarom ga je eigenlijk naar vakantie? Waarom ga je eigenlijk saaie kastelen bezoeken? Dat zal ik je uitleggen. Ik zal. Um, serieus. Uh, ik ga dus met Rens en een vriend van me, Arnoud. Um, ik ga daarmee. Ga ik dus. Kastelen bezoeken en ik heb er best wel veel zin in. Waarom ga ik kastelen bezoeken? Ik ben eigenlijk een uh, medieval freak. Dus ik hou van old school dingen. Zoals uh, kastelen, zwaarden. Ik hou niet van de toekomst. Soms, sommige dingen, hou ik van de toekomst. Halo vind ik bijvoorbeeld vet, Maar ik hou echt van medieval um, uit het verleden. Lord of the Rings, een beetje fantasie en zo. Daar hou ik van. Ik ga ondertussen uh, even een uh, rondje doen op zoek naar squids. Ik denk niet dat ik ze tegenkom, maar ik hoop het wel. Uh, dus dat, dat is het. daarom ga ik nu een rondje lopen. Maar dus, um, daarom vind ik het vet. Ik ben er op meegegroeid met Legend of Zelda. Dus ook een beetje oldschool zwaarden, kastelen. Um, en, en dat blijft eigenlijk al de hele tijd in mijn hoofd zitten. Dus van, uh, dat ik daar gewoon van hou. Dat, dat, dat is denk ik gewoon normaal. En sommige mensen houden van uh, geweren van de Tweede Wereldoorlog, uh, van de toekomst. Uh, battlefield en zo. En ik hou daar gewoon niet van. Ik hou serieus gewoon van het verleden. Wat ze daar hebben gedaan. Hoe uh, de vikingen bijvoorbeeld Engeland hebben uh, overgenomen. Nou, nee, niet echt overgenomen meer. Hebben geraid. Dus aan hebben gevallen en zo. Dat vind ik. Ik zie trouwens helemaal geen inkt. Dus uh, of uh, inktvissen. Dus dat is best wel crap. Maar daarom. Dat vind ik veel interessanter. En vroeger waren de uh, battles ook veel intensiever. Vind ik. Uh, als je kijkt naar nu. Je, 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 je schiet met een geweer en hij is dood. Letterlijk. Als je, als je hier schiet, is hij dood. In je hart, bam. Of in je uh, hoofd, is hij gewoon dood. Vroeger, met een zwaard, was dat veel anders. Was het gevecht gewoon. Uh, dat, dat kon echt gewoon tot vijf, zes dagen doorgaan in een battlefield. Is nu ook zo. Een, een oorlog is niet zomaar 1, 2, 3 afgelopen. Of een uh, battlefield. Alleen, ik vind, het is anders. Het is nu allemaal een long range. En ik vind gewoon. Uh, de gevechten, vind ik gewoon veel. Maar ook echt veel malen vetter toen. En nu gewoon niet meer. Ik vind het gewoon nu matig. Het is, ik vind het gewoon niet leuk, om zo te zeggen. Ik, ik vind... Het, het, het is wel leuk... Like, niet in real life is het niet leuk, maar qua games. Uh, het kan leuk zijn, alleen ik ga toch voor uh, de Medieval uh, Melee dingetjes. Dat vind ik veel vetter. En daarom ga ik ook naar kastelen zoeken. Het is niet omdat ik de geschiedenis wil weten. van uh, die koning die daar leeft. Nou, op zich is dat ook wel weer vet. Uh, maar het gaat eigenlijk voor mij vooral om hoe het eruit ziet. Waarom. Uh, of hoe, ja, hoe het allemaal allemaal uitziet. Daar ben ik veel meer geïnteresseerd in. En dat vind ik persoonlijk veel vetter. Dus dat is eigenlijk waar, waarom ik uh, kastelen ga bezoeken. Uh, misschien een paar meenemen, weet je. Misschien verkopen ze daar ook wel uh, niet scherpe zwaarden. Dan ga ik daar ook eentje kopen. Uh, allemaal van die leuke dingetjes, dat, dat, daar, daar hou ik gewoon van. En een vriend van me toevallig. Hou daar ook van. Rens hield daar toevallig ook van. Ja, nou dan ga je gewoon met z'n allen uh, daar naartoe. En dat past gewoon bij mij. Uh, ik kan ook bijvoorbeeld. Ik, ik, hou, ik kan bijvoorbeeld ook naar Parijs gaan ofzo, weet je. Maar uh, daar hou ik gewoon niet van. Ik, ik hou gewoon niet van om in de stad te, te ronddwalen. En wat, wat je dan meestal naar mijn leeftijd gaat doen, is uh, naar kroegen. En dat, dat is het eigenlijk. En da, da, daar hou ik niet van. Ik, ik, ik vind het leuk. Ik vind, ik vind de natuur mooi. Ik ben echt zo'n natuurmens. En uh, ik vind het gewoon veel fijner om lekker gewoon chill met mijn vrienden. Uh, gewoon in een huisje bijvoorbeeld of in een tent. Gewoon lekker oldschool te kamperen. Daar hou ik van. En dat vind ik leuk. En daar ben ik ook mee opgegroeid, snap je? Dus sommige mensen zijn anders opgegroeid daarin. En die, die, die zien dat niet eens. Die denken echt van: oh, we gaan weer kamperen in een teentje. Maar denk er eens over na hoe leuk dat eigenlijk is. Je, je, je bent veel closer met je familie dan normaal. Uh, je zit. Gewoon gezellig, heel knus in een, in een tentje met z'n allen. Het, het klinkt misschien heel erg raar en heel erg weird, en weet ik wat, Maar het is serieus, het is gewoon knus, het is chill. En met vrienden is het gewoon gezellig, weet je. Dan ga je gewoon uh, met z'n barbecue lekker weer erbij. 30 graden wordt het, zeggen ze dat het wordt. Uh, en dat is gewoon hartstikke leuk, vind ik. Dat is waarom, ik ook, waarom wij ook hebben gekozen om naar Luxemburg te gaan. Omdat je daar veel kastelen hebt. En we gaan hiken en dan kan je perfect hiken. En dat vind ik gewoon allemaal leuk. En dit is ook echt serieus, eigenlijk de eerste vakantie wat ik eigenlijk alleen ga doen. Ik, 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 ga, ik ga, ging nooit op vakantie. Dit is, uh, de laatste keer dat ik op vakantie was geweest was ik misschien 16 of zo. Um, maar dat was ook niet echt vakantie. Ik, ik ga nooit te vaak naar vakantie. Met, me, of met mijn vader en moeder dan, om zo te zeggen. Um, de laatste keer was echt serieus, toen was ik 13. 14 was nog met mijn moeder. En dat was ook de laatste keer. Voor de rest zijn we een, een weekendje weg geweest en zo. That's it. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe uh, deze vakantie gaat worden. Ik blijf maar vier dagen weg. Het is niet veel. Uh, in fact, het is heel erg weinig. Vier dagen. Uh, mijn vader is nu in Italië. Daarom zit ik ook hier ook beneden. Fucking chill. Um, maar dat is een beetje de reden erachter waarom ik van medieval dingen hou. Ik, ik, ik vind het gewoon veel interessanter. Ik vind het veel vetter. Er zit um, dus voor mij veel meer interesse... Of, ik, ik, ik heb gewoon veel meer interesse... ...in uh, medieval dingen in oude dingen dan in de toekomst maar dan denken jullie waarschijnlijk van sam jij ja, houdt ook van halo en halo is heel erg toekomstig uh, heel veel met uh, uh, speciale geweren en zo en bla. waarom vind je dat dan leuk dat dat, dat ligt eigenlijk puur aan het verhaal uh, dat is ook een game en dat weet je niet of het echt is gebeurd of echt gaat gebeuren ik bedoel het kan zomaar echt gebeuren je weet het gewoon simpelweg niet ik bedoel, je kan zeggen van nou, hello of uh, uh, die toekomstspelletjes gaat toch nooit gebeuren. Weet je niet. Ik bedoel, vertel aan mij maar dat het echt niet gaat gebeuren. Want je weet het gewoon niet. Niemand weet het. Niemand weet wat in de toekomst gaat gebeuren. En in, de, in het verleden, dat is eigenlijk allemaal echt gebeurd. En daarom vind ik die uh, vooral medieval games ook veel vetter. Kijk, voor, bijvoorbeeld Skyrim, dat heeft natuurlijk een, uh, een fantasietouch aan. Maar dat komt al heel erg dicht bij medieval games. En dat is ook een medieval game. Maar dat komt dichterbij uh, van het echte leven, om zo te zeggen. Daarom vind ik uh, Vikings. Die, de serie Vikings. Dus een, uh, een, een serie dus. Vind ik ook echt super vet. Omdat het gewoon een echt, echt waar gebeurd verhaal is. Tenminste, uh, deel daarvan is echt waar gebeurd. En dat vind ik juist zo vet eraan. Uh, en Game of Thrones is ook vet. Alleen dan heb ik het eigenlijk net hetzelfde met. Uh, met Halo bijvoorbeeld. Uh, niet echt dat het dan kan gebeuren. Maar het, is, het heeft gewoon een, een mooie verhaallijn. En het, heeft, het, het is gewoon in zo'n stijl gebracht. Wat, wat ik heel erg leuk vind. En dus nogmaals, dat is eigenlijk puur de reden waarom ik van uh, die games hou. En dat ik ze ook als ik leuk vind. En daarom dat ik ook naar kastelen ga. Want ik ben vroeger wel naar kastelen geweest. Alleen ik ga nu echt. Aan, Aandachtig kijken naar de details en zo. En dat, dat lijkt mij juist vet. Dat moet je juist doen uh, met zoiets. Even kijken, ik denk dat hier wel een mooi uh, plekje is om een eigen klein huisje te maken. Dat vind ik denk ik wel leuk. Ziet er wel leuk uit als een vliegveld. Dat je hier uh, een, 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 een sky tower gaat gaan maken of zo. Weet ik veel wat. Moet ook nog uh, lampjes hebben. Dus ja, ik ben, uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Tot de dag van nu. Uh, nee. Tot de dag van morgen, want morgen zit ik dan in Luxemburg. Uh, je, kan, je kan me volgen op Twitter natuurlijk. Daar update ik waarschijnlijk dagelijks wel wat ik, uh, wat ik ga doen, wat er, uh, waar ik naartoe ga en zo. Als het me lukt. Als ik daar wifi heb, zo niet, dan uh, ga ik het niet doen, want dan kost het allemaal geld. Voor je bundel, voor, je, voor mijn Vodafone bundeltje. En het kost, dat is best wel duur. En ik ga niet in het internet of uh, internet in het buitenland. Want dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk. Dat uh, nee. Nou, gevaarlijk is het niet. Maar gevaarlijk voor je portemonnee. Laat ik zo. Serieus gevaarlijk voor je portemonnee. Wil je niet. En mijn stem. Uh, deze week heb ik dus heel veel gelivestreamd. Heel veel opgenomen. Ik heb serieus vandaag 13 video's opgenomen. Eén dag. 13. Tot de, ik, ik ben nu nog steeds aan het uploaden. Like, dat is echt sick. Dat is echt heel veel. Zoveel. zoveel heb ik nog nooit in mijn hele leven opgenomen. 13 video's. Um, dan krijg ik nog soms wel de reactie. Sam, plan beter. Ja, ik heb het gepland. Alleen ineens kwam er een onverwachte uh, 30-uur livestream. <laughs> dat, heb ik niet, dat heb ik niet gezegd van hé, hey, dat gaan we nu doen. Dat beginnen we gewoon doen, snap je? En als, ik, als die stream dan doorgaat, dan wil ik, ga ik niet lullig zijn en zeggen van. Oh, Oké, okay, jongens, we gaan het nu stoppen. Uh, wat ik toch wel de vraag kreeg. Is van, some, we hebben de 100 subs gehaald op Twitch. Wat trouwens echt een hele grote mijlpaal is. Maar hij is ineens gestopt. Je hebt de, video, of de, de stream is ineens onverwacht gestopt. Oké, okay. ik zal het uitleggen wat het was. Um, of de kijkers die hier waren, of uh, die, die er toen waren, die waren heel erg teleurgesteld. Ik heb daar eigenlijk niks mee te maken, jongens. Um, de, ik zou die karaoke party inderdaad doen. Um, dat gaan we waarschijnlijk tijdens, tijdens de 100K party doen. Dan gaan we met z'n allen karaoke doen. En die video zal ik uploaden. Op YouTube of op uh, Twitch. Ik zal maar even kijken waar ik dat ga doen. Uh, maar het is. Ik heb zes uur gestreamd die dag, de laatste dag. En ik had er niks meer mee te maken wat er daarna ging gebeuren. Natuurlijk, het is mijn kanaal. Het is ons kanaal van Wart en mij, maar Wart was er niet. Uh, maar ik, bepaal ik bepaalde niet meer wat er ging gebeuren. Ik, ik, ik liet aan hun de stream over. Aan Tim, Sander, Wesley en weet ik, iedereen daar. Ik was er klaar mee. Ik had zes uur gestreamd toen die dag. En ik was gewoon moe. Mijn stem was weg. En ik zei ook zo van, jongens, bedankt voor het kijken en peace. Ik ben weg. De volgende kwam hier zitten. Done. That's it. Voor de rest heb ik niks gedaan. Uh, ik ging een beetje hard zijn spelen. Ik ging een beetje chillen. Alleen, als ik dan verder ga, dan word ik moe. En als de stream... Hun wouden de stream stoppen, omdat we toen naar uh, het strand gingen. En hun wouden mee. Dus ja, dan, dan, dan stoppen we uiteindelijk. En dan gingen we dan even chillen met z'n allen. Nou, was hartstikke gezellig. Alleen, ik kan niet zeggen van... Hé, hey, je moet nu meegaan. Of, of, je, of je moet nu stoppen. Dat heb ik nooit gedaan. Uh, hun wel. En ik kreeg best wel veel haat ook op mijn Twitter. Van Sam, waarom zijn, zijn jullie ineens gestopt? Kom op man, dit is echt leem. We hebben 100 subs gehaald en er gebeurt niks. Nou, dit is dus de reden. Ik had er niks mee te maken. Um, de 100 subs wel. Daar heb ik wel wat mee te maken. Alleen hun wouden geen karaoke party meer doen. Dus dat gaan we nu een andere keer doen. Ik weet niet wanneer, ik beloof het. En alles wat ik beloof, wordt nogal lastig meestal. Maar bij deze, ik beloof het echt. Ik ga het proberen te fixen tijdens een 100.000 party. Gaan we met z'n allen dan niet één voor één. Maar met z'n allen gaan we een karaoke party doen. There you have it. Um, ik weet niet waarom ik dit maakte. Dat was heel erg slecht van me. En <laughs> je weet serieus niet waarom ik dat maakte. Ik ga eigenlijk nu... Um naar het andere eiland. Want daar gaan we even naartoe. En even kijken of we daar leuke uh, wolletjes kunnen vinden. Jongens, ik wil jullie geval hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Uh, het worden dus iets kortere afleveringen. De volgende 5 afleveringen ongeveer. 4, 5. Maar het wordt iets korter, omdat ik natuurlijk heel veel tegelijk op dezelfde dag moet opnemen. Dus jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.